Zelfs als een kind was gepland, is het voor nieuwe ouders niet ongebruikelijk zich overweldigend te voelen door de moeilijke taken van het ouderschap. En het kan zelfs nog moeilijker zijn als de ouders eigenlijk zelf nog kinderen zijn. Welkom in deze nieuwe video over de 10 kinderen waarvan je niet gelooft dat ze ouders zijn. Als je nieuw bent, vergeet dan niet te abonneren en op het belletje te klikken om geen video te missen. Nummer 10, Tyler Barker, Groot-Brittannië, 14 jaar. Een man die ooit beweerde de jongste vader van Groot-Brittannië te zijn, ontsnapt er ternauwernood aan een gevangenisstraf. Alfie Padden was 13 jaar oud toen hij de krantenkoppen haalde nadat hij beweerde een kind te hebben verwekt met familievriendin Chantel Stepman, 15 jaar. Nadat ze naar verleid met elkaar hadden geslapen, toen Padden 12 was, vertelde Chantel hem dat ze 4 maanden zwanger was. In februari 2009 werd Macy Roxanne geboren. Ze kreeg extreem veel media-aandacht en overal waar ze kwam, wisten mensen wie ze was. Hierdoor kon ze wekenlang het huis niet uit. Echter bewees een DNA-test later dat Alfie niet het kind was en de echte vader was wederzijdse vriend Tyler Barker, toen 14 jaar oud. Nummer 9, April Webster en Nathan Fishburne, Groot-Brittannië, 14 jaar. April en Nathan werden seksueel actief toen ze in 2010 met elkaar gingen daten. Terwijl ze allebei nog 13 waren, kreeg ze al snel een babyopkomst en een enorme verandering in hun leven. Op dit moment wonen de baby en April bij haar ouders, die voor hen beide zorgen. De baby, Jamie, werd op 15 november geboren door middel van een keizersnede. De ouders van de jonge tieners waren allebei erg geschrokken van de zwangerschap, maar bleven ondersteunend en lieten hun kinderen hierin zelf beslissen. April ging van school toen ze 16 weken zwanger was en vervolgde haar opleiding in een speciaal centrum voor jonge moeders. Het kind werd geboren met een misvormde slokdarm die een operatie en een langdurig verblijf in het ziekenhuis nodig had om te herstellen. Maar nu is hij thuis bij zijn moeder en familie. April deelt een kamer met haar oudere zus, die haar ook helpt met het voeden en verzorgen van Jamie. Nummer 8, Molly Seagulls, Australië, 13 jaar. Molly haalde de krantenkop in 2016 toen ze op 13-jarige leeftijd zwanger raakte, waarmee ze een van de jongste moeders van Australië was. Haar partner en vader van hun 2 kinderen, Oscar Wilkes, was toen 16 jaar. In het begin, voordat Molly een test deed en ontdekte dat ze zwanger was op 13-jarige leeftijd, dacht ze dat ze ziek was omdat ze een ochtendmisselijkheid had. Zij en Oscar waren samen toen een zwangerschap testkit 2 duidelijke strepen liet zien. Molly zei dat toen Oscar ontdekte dat ze zwanger was, hij volledig in paniek raakte. Maar toen het nieuws eenmaal in zijn hoofd was gesetteld, wist Oscar dat hij Molly en hun kind wilde steunen. Ze hebben nu een 2e kind gekregen en ze zeiden dat ze erg enthousiast waren over de nieuwe toevoeging aan de familie. Ze zeiden dat met een nieuwe baby er een nieuwe golf van oordelen van vrienden, familie en vreemden op social media aankomt. Ze wisten dat er meerdere mensen hun bespotten op social media toen ze hun eerste kind hadden gekregen. Nummer 7, Sean Stewart, Groot-Brittannië, 12 jaar. Sean Stewart was pas 11 jaar toen hij seks had met zijn 15-jarige buurmeisje Emma Webster. De 15-jarige Emma beweerde dat ze niet wist dat Sean pas 11 jaar oud was toen ze met hem sliep. Gelukkig was social media niet uitgevonden in 1998. Dus in plaats van een ziek persoon op Facebook te worden genoemd, haalde het liever verhaal over hoe Sean over een dak zou klimmen om Emma te ontmoeten de krantenkop over de hele wereld. Sean's moeder liet hem een dag vrij nemen van school toen Emma moest bevallen. Sean en Emma werden een officieel koppel en hij zwoer om haar en zijn zoon bij te staan. Na de geboorte vertelde Sean aan de media dat hij zo lang mogelijk bij Emma wil blijven. Maar helaas ging het mis en hebben Sean en Emma geen contact meer. Toen ze 3 jaar geleden naar Sean werd gevraagd, zei Emma: "Ik heb Sean al 3 of 4 jaar niet gezien en ik ben nu getrouwd en heb een leuk gezin. Ik weet niet waar Sean is of wat hij doet." Nummer 6, Tressa Middleton, Groot-Brittannië, 12 jaar. Tressa Middleton beviel voor het eerst op 12-jarige leeftijd nadat ze was verkracht door haar broer. Haar eerstgeborene werd later opgevangen. Hoewel ze zich de gelukzalige vreugde herinnert die ze voelde toen haar 2e kind Ariana werd geboren, zei Tressa dat ze wordt achtervolgd door de afwezigheid van de eerstgeborene. Tressa, nu 24 jaar, zei: "Ik voelde pure vreugde op het moment dat Ariana werd geboren. Er waren tijden dat ik dacht dat ik nooit meer een baby zou krijgen." Ze zei dat ze haar leven heeft veranderd na een drank- en drugsverslaving en is klaar om moeder te worden voor haar 2e kind,
de kleine Ariana met verloofde Darren Young, 31 jaar. Ze onthulde dat ze aandenkens van de eerstgeborene had, waaronder handafdrukken, babykleding en een haarlok. Ze hoopt dat de eerste en tweede kind elkaar op een dag kunnen ontmoeten. Nummer 5, de jongste vader ter wereld, Nieuw-Zeeland, 11 jaar. Een 11-jarig jongen uit Auckland, Nieuw-Zeeland, is de jongste vader ter wereld geworden nadat hij een kind kreeg met de 36-jarige moeder van zijn schoolvriend. De schooljongen en de baby zijn nu allebei opgevangen en de vrouw wordt strafrechtelijk vervolgd. De vrouw en het kind wonen allebei in Auckland, Nieuw-Zeeland, waar volgens de huidige wet alleen een man kan worden beschuldigd van verkrachting als ze seks forceren. Vrouwen die seks hebben zonder toestemming kunnen worden aangeklaagd voor seksuele overtreding. Op beide staat een maximumstraf van 20 jaar. Het contactverzuim begon in april 2012, toen de jongen en zijn vriend een dag vrij namen van school. Ze brachten de dag door in het huis van de vriend, waar de vrouw de jongen alcohol gaf en seksuele handelingen verrichtte. Het is bekend dat de vrouw het kind gedurende een aantal maanden tot herhaaldelijke seksuele ontmoeting heeft gedwongen, voordat ze zwanger werd. De jongen zou het hebben verteld aan het directeur van de school, die de politie heeft ingelicht. Nummer 4, Sherry Johnson, Amerika, 10 jaar. Sherry Johnson overleefde de verkrachting op 8-jarige leeftijd door een kerkbisschop en vervolgens door de man van haar moeder. Toen ze 9 was, werd ze opnieuw verkracht en dit keer door de diaken van de kerk. Hierna raakte ze zwanger. Toen ze 10 was, lag ze in het Jackson Memorial Hospital in Miami, waar de moeder haar naartoe had gebracht en ze beviel van de dochter. Toen de autoriteiten de situatie begonnen te onderzoeken, werd ze gedwongen met haar verkrachter te trouwen om haar eigen verkrachting te verdoezelen. De huwelijksleeftijd in Florida is 18 jaar, maar als je zwanger bent of een kind hebt, kan je op elke leeftijd getrouwd zijn met een man van elke leeftijd. Dus in plaats van hem te boeien voor wat hij deed, moest ze op een 11-jarige leeftijd een trouwjurk aantrekken. Ze had 6 kinderen met hem, voordat ze op 17-jarige leeftijd eindelijk scheiden. Johnson heeft er nu haar missie van gemaakt om ervoor te zorgen dat geen enkel ander kind hetzelfde lot treft als zij. Haar doel is om licht te werpen op de kwestie van kindhuwelijk in Amerika, waar afhankelijk van de omstandigheden huwelijken voor de leeftijd van 18 jaar in alle staten op 2 na is toegestaan. Nummer 3, een anonieme moeder, India, 10 jaar. Misschien heb je ooit wel een show gezien met vrouwen die niet wisten dat ze zwanger waren. Je zou sceptisch kunnen zijn dat iemand niet merkt dat er een baby in je groeit. Maar helaas gebeurt het vaker dan je zou kunnen denken en het is onlangs gebeurd bij een heel jong meisje uit India. Na herhaaldelijke klagen over maagpijn is ze naar het ziekenhuis gebracht waar doktoren tot de conclusie kwamen dat ze ongeveer 30 weken zwanger was. Haar ouders dienden een verzoekschrift in bij de rechtbank om een dochter toe te staan haar zwangerschap te stoppen. Maar dit werd geweigerd, aangezien het volgens de wet niet is toegestaan om na 20 weken abortus te plegen. Uiteindelijk beviel ze via een keizersnede en de operatie was gelukkig zonder complicaties. De 10-jarige moeder wist niet dat ze zwanger was en ouders hebben haar verteld dat ze een operatie onderging om een steen te verwijderen uit haar maag. Nummer 2, een systeemfout, Australië. Wanneer iemand heel jong zwanger wordt, gaan mensen snel met de vingers wijzen. Sommigen geven hun kinderen de schuld, anderen geven de samenleving de schuld en je hebt ook mensen die hun ouders de schuld geven van een slechte opvoeding. Maar in dit geval geeft het Australische ministerie van Familie en Gemeenschap toe dat ze echte fouten zijn gegaan. Een vader waarschuwde door de organisatie dat zijn ex-vrouw zijn 11-jarige dochter toestaat om een bed te delen met haar oudere vriend. Het ministerie had de zaak niet opgepakt en kon er later niks meer doen aan de situatie, aangezien zijn dochter van 12 jaar zwanger was geworden. De organisatie gaf toe dat ze een fout hadden gemaakt door niet in te grijpen en een zaak niet serieus te nemen. De afdeling heeft nu beloofd om ondersteuning te bieden aan het jonge meisje. Ik heb het beste voor het laatste bewaard, maar eerst heb ik een uitdaging voor jou die 5 seconden duurt. Als je kan liken en abonneren binnen 5 seconden, dan krijg je 10 jaar geluk. Probeer het, het werkt echt, ik beloof het. Nummer 1, Lina Medina, Peru, 5 jaar. In 1939 beviel een jong meisje genaamd Lina Medina van een gezonde baby. Het enige opmerkelijke detail over het evenement was de leeftijd van de moeder. Ze was op dat moment 5 jaar oud. In het vroege voorjaar van 1939 nam een bezorgde familielid uit een afgelegen dorp in Peru hun 5-jarige dochter mee naar een arts in het verre Lima. De buik van het meisje was al enkele maanden aan het groeien en de moeder was bang dat ze misschien een tumor zou hebben. Tot hun schrik vertelde de arts dat hun dochter al 7 maanden zwanger was.
Zes weken later werd Medina op de leeftijd van 5 jaar en 7 maanden het jongste meisje waarvan bekend was dat het bevallen was. Lina heeft nooit onthuld wie de vader was en tot op de dag van vandaag schuwen zij en haar familie de media. De toestand van Lina kwam zeker als een verrassing voor iedereen die de zaak bestudeerde. Maar het was niet helemaal ondenkbaar. Ongeveer 1 op 10.000 kinderen ontwikkelt een aandoening die vroegrijpe puberteit wordt genoemd, waarbij het lichaam van het kind voor zijn 8e geslachtsrijp wordt. Ongeveer 10 keer meer meisjes dan jongens ontwikkelen zich op deze manier. Bedankt voor het kijken. Wil je nog een andere video zien? Klik dan op het scherm. En zoals altijd, tot de volgende video.